Die zee ligt en, mee. En nee, weet je, daar ben ik het dus niet eens met Jensen. In eerste instantie, natuurlijk, vrijheid is belangrijk. Mm-hmm. Maar veiligheid, je kan pas vrijheid voelen. Je kan pas vrijheid als voelen als je veilig bent. Oh ja, zo. Ja, ja. Ja. Dus veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Want op het moment dat jij ergens in, ik noem maar iets op, in Mexico stad gaat lopen. Weet je, waar zoveel van die bendes zijn. En je gaat daar lopen en je bent niet veilig, dan ga je je ook niet vrij voelen. Ja. Weet je, dus Jens heeft het gewoon helemaal verkeerd. Dit is een update. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het wekelijkse programma van Up Network, waarbij we de actualiteiten bespreken. En Awish? Ja, het is de week van corona, hè? Ja, corona. En ik heb eigenlijk altijd dat woord wel met positieve aspecten geassocieerd. Namelijk, weet je, die corona is ook een laag van de zon, weet je. Die cirkel om de zon heen, weet je. Dus ja, ik vond het wel mooi. Maar nee, heftig wat er aan de hand is in het land. Ja, zeer heftig. We zijn ook op gepaste afstand van elkaar. Is het, heb je gemeten? Anderhalve meter of zo? Ik weet het niet, maar ik hou wel mijn afstand. Gepaste afstand van elkaar. Ja, prima, heel goed. We weten ook trouwens niet wat er gaat gebeuren, maar daar kunnen we straks ook over hebben, hè? Wanneer we weer de producties kunnen doen. Ja, precies. Ik heb gewoon een aantal artikelen mm-hmm. die betrekking hebben, vooral eigenlijk op het coronavirus. Mm-hmm. Ik wilde eigenlijk ook gewoon het nieuws opzoeken waar op de inhoud een beetje luchtig werd gedaan, maar ik kon gewoon niet vinden. Ja, oké. Nou, laten we gewoon beginnen. Wat heb je vandaag voor ons in petto? Nou ja, Rutte bijvoorbeeld, hè? Heb je dat gezien afgelopen maandag, de toespraak? Nee, dat is een beetje raar. Ik heb het niet gezien. Je hebt het niet gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb wel de memes gezien en zo. Die heb ik ook gedeeld. Ja, dus Rutte heeft afgelopen maandag om 7:00 het Nederlandse volk toegesproken. Mm-hmm. En goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Ja, hij vertelde eigenlijk niets nieuws, behalve dan dat hij rekent op de steun van de Nederlanders. En nou ja, hij vertelde hoe erg het allemaal was, dat we voor een moeilijke opgave staan. Het maakte mij niet gerust of zo. Nee, maar ik heb wel de maatregelen, daar heb ik wel kennis van genomen van wat het kabinet doet. Maar inderdaad, ik vind echt dat ze wel te zwak optreden. Ja, en wat me opvalt is dat een Wilders en een Baudet, die echt gewoon hele kritische vragen blijven stellen, ook met betrekking tot die basisscholen, toch? Ja. Gewoon niet dat de basisscholen dicht zouden gaan. Dat was vorige week, toen zeiden ze van oké, de hogescholen en universiteiten gaan dicht. Maar de basisscholen niet. En de basisscholen blijven open, want het heeft een te groot effect op de samenleving. Ja. Nou, toen in het weekend is er heel veel ophef geweest. Baudet en Wilders gingen tekeer. Ja. En op basis van die maatschappelijke druk is toen gezegd van op de zondag, na overleg, van we gaan toch alles dichtgooien. Ja. Ook horeca trouwens. Ja. En horeca kreeg maar een half uur de tijd of zo om dicht te gaan. Dus mensen stonden in de rij voor de coffeeshops. Ja. Ja, en toen ging alles dicht op de maandag. Ja. En maandag had ook KLM, volgens mij was het KLM ook, die zei 90% van de vluchten worden geschrapt. Geschrapt, ja. Ze gaan gewoon heel beperkt vliegen. Maar het probleem is, je kan het pas echt containen, je kan het pas echt beheersen op het moment dat je de grenzen ook dichtgooit. Ja. Op het moment dat je de grenzen dichtgooit, je sluit het luchtruim, eigenlijk wat de landen in de omgeving doen. Om ons heen doen, ja. Dan pas kan je het echt beheersen. Ja, dus jij bent wel voor een lockdown van? Ja, ik ben voor een lockdown. Ja. Ja, 100%. Ja, nu was het zo dat afgelopen dinsdag Rutte aangaf, en ik heb ook nog wel een artikel erbij gepakt van het NOS. Rutte die gaf aan, ja, een tijdelijke lockdown die behoort wel tot de mogelijkheden, maar het is nu niet nodig. Dat is hoe hij er, ja. Ja, maar, het loopt continu op, hè, dodental. Het wordt steeds erger, het loopt op. En het loopt zelfs op. Ja, kijk, ik denk dat we pas de vruchten van die lockdown light die we nu hebben ongeveer, die gaan we pas over 2-3 weken merken. Maar je ziet gewoon dat het continu blijft oplopen. Ja,
En, Rutte zegt van ja, weet je, we hebben voldoende zorgcapaciteit in het land. Dus de maatregelen om echt een lockdown te gaan neerzetten, dat is gewoon niet nodig. En we willen ook streven naar een opbouw van groepsimmuniteit tegen het virus. Hoe kijk jij daarnaar? Dus we moeten allemaal het virus eigenlijk krijgen, waarna we immuun kunnen worden. En ja, dan worden we resistent, dus dan overleven we het wel. Ja, ik vind het echt, hij speelt met mensenlevens. Ja. Ik vind het gewoon onverantwoord en het hele idee van groepsimmuniteit. Ik had het volgens mij ook gedeeld op social media. Ja, dat is natuurlijk van toepassing als je met vaccins, hè? Ja. Dus als je vaccins gaat testen en je gaat ze geven aan een populatie, mm-hmm. dan werkt het principe van groepsimmuniteit. Ja. Maar dit is een pandemie. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. Het is totaal iets anders ja. Van en groepsimmuniteit. We kunnen wel immuun worden, ja. Maar er gaan ook heel veel mensen dood. Precies. Want er is geen vaccin. Ja, dus wat je in wezen zegt van oké, survival of the fittest. Herd immunity has been in headlines this week after a British government advisor suggested letting COVID-19 spread so that the population eventually becomes immune to the virus. A Taiwan public health expert blasted the so-called herd immunity strategy in a radio interview on Wednesday. Li Bingying, an epidemiologist at National Taiwan University Hospital, said that the strategy could prove disastrous. He said the pursuit of herd immunity would only accelerate infection and lead to the escalation of deaths. In a radio interview, NTU Hospital epidemiologist Li Bingyi weighed in critically on the UK's coronavirus strategy. He said that it was reckless to want 60% of the population to contract the disease. This strategy is the epitome of being out of your mind. This approach means accelerated infections and accelerated deaths. How are you trying to prevent deaths? The point of epidemic prevention is to prevent deaths and reduce the number of those who get sick. How can you want to speed that up? That strategy is just an announcement that you've already given up. Ja. Rutte zegt letterlijk survival of the fittest. Dat is in wezen wat er gezegd wordt. Maar hij offert dus gewoon de zwakkeren op. Ja, ja, ja. De ouderen met name, de mensen met longklachten, astma, ja. COPD, mensen ja. met verminderde weerstand. Ja. Hij offert die mensen gewoon op. Ja, nee, klopt. En ik vind het... en dat vind ik nogal het kwalijkste van alles. Weet je, Wilders, die zei ook... kijk, we nemen het op de woensdag op. Vandaag was het debat ook. Baudet en Wilders, die waren er ook heel erg... die gingen met gestrekt been in. Wilders zei ook letterlijk van, ja, je speelt met mensenlevens. Mm-hmm. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Nederland zit in een diepe, diepe crisis. En ik moet het zeggen... Want dat is de waarheid. Het kabinet heeft veel te laat en veel te laks gereageerd. En er is ook, zeker in het begin, ongelooflijk geblunderd. Door minister Bruins en door het RIVM. Het virus zou Nederland niet bereiken. Nederland zou maar een klein risico lopen. Nederlanders zouden niet bang hoeven te zijn voor een grote uitbraak en er zouden maar enkele besmettingen komen. Dat is allemaal gezegd. In januari en februari van dit jaar door minister Bruins en mensen van het RIVM. En men zat er falikant naast, waardoor er heel veel tijd verloren is gegaan. En voorzitter, dat is nog steeds zo. Want premier Rutte kiest ervoor om het virus bewust verder te laten verspreiden. Om groepsimmuniteit op te bouwen. Een levensgevaarlijk voorstel, dat de afgelopen dagen dan ook door artsen en virologen van over de hele wereld totaal de grond in is geboord. Wat is hun kritiek van die experts? Het is nog helemaal niet bekend of er überhaupt wel door dit virus en voor dit virus immuniteit kan gaan ontstaan. Het zal leiden tot heel veel extra zieke en dode mensen. Het is een experiment met mensen. Het is een gok. Het is catastrofaal en zonder een vaccin bestaat er helemaal geen groepsimmuniteit. Ervaringsdeskundigen, voorzitter, zelfs uit Italië zeggen niet doen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt niet doen. Waarom luistert u niet naar deze experts, vraag ik aan de minister-president. Want voorzitter, het is natuurlijk ook een waanzinnig slecht idee. We gaan toch niet experimenteren met mensen.
Want minstens 60% van de Nederlanders moet geïnfecteerd worden voordat er sprake kan zijn van groepsimmuniteit, als dat al kan met dit virus. En hoe durft de premier ervoor te kiezen om miljoenen Nederlanders onnodig corona te laten krijgen? En hoe kan hij accepteren dat zelfs als maar een 0,5 tot 1% van die mensen wel serieuze klachten krijgt en eraan overlijdt, dat betekent dat in Nederland tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden mensen zullen sterven? Hoe kan het, voorzitter, dat Nederland een premier heeft die dit voorstelt? Mensen onnodig laten sterven. U mag, zeg ik tegen de premier, geen Russische roulette spelen met de gezondheid en de levens van mensen. Stop daarmee, meneer Rutte. Het is onethisch, het is fout en onze zorg, onze ziekenhuizen, onze intensive cares kunnen dat helemaal niet aan. Maar hoe komt het dat een Wilders en een Baudet zich gewoon hard maken voor de Nederlanders? Nou, en waarom is de rest aan het slapen? Hoe zie jij dat? Ik denk dat gebrek aan politiek leiderschap, ja, of daadkracht of bang om te falen. Hoe zie jij het? Kijk, ik denk dat Rutte sowieso een bepaalde belangafweging heeft. Mm-hmm. Hij moet bepaalde belangen gaan afwegen. En ik denk gewoon gebrek aan leiderschap. Kijk, wat je ziet bij de VVD en Rutte sowieso, hij is geen leider. Nee. Ik vind hem de afgelopen 10 jaar of zo, ik vind hem niet echt een leider. Nee. Hij lacht alles weg. Totaal niet. Nee, van een clown eigenlijk. En de momenten dat hij leiderschap moet tonen, doet hij dat niet. Nee. En hij durft de moeilijke beslissingen ook niet te nemen. Pas onder druk van de oppositie komt hij met besluiten. En ik vind het gewoon heel zwak. Maar dat had hij toch ook zelf kunnen bedenken? Ja. Toch? Ja. Het was niet heel wereldvreemd om dan te zeggen, ja, hey, maar we gaan de hogescholen sluiten, universiteiten sluiten. Oké, de basisscholen dan ook. Ja, maar ik denk. Of denk je dat hij aan de economie dacht? Ja, ik denk dat hij sowieso aan de economie dacht. Ik denk dat er andere belangen spelen. Ja. En ik denk dat ze zoiets hebben van, ja, nou, iedereen krijgt het toch. We maken het beste ervan. En ja, weet je, de mensen die we kunnen redden, die proberen we te redden. Maar ja, oudere mensen, die gaan toch op een gegeven moment over 5 of 10 jaar dood. Dus ja, waar doen we het voor? Weet je, het is al heel cynisch. Als ik heel cynisch ben, hè? Als ze eerder doodgaan, maakt het ook niet uit. Ja, precies. Heel cynisch. Ik denk dat het maar hij offert dus gewoon Nederlanders op. Ja. 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 En dus daarom vind ik ook van, kijk, ik denk sowieso dat die lockdown gaat komen. Ik weet niet wanneer we dit gaan uitzenden, maar ik denk sowieso dat die lockdown gaat komen. Waarom? Omdat de maatregelen die Nederland tot nu toe heeft genomen, die zijn al genomen door de landen om ons heen. Dus ja. De landen om ons heen lopen we misschien 2 of 3 of misschien 5 dagen voor. Ja. Dus je ziet er gewoon letterlijk ook van, oké, als Italië 2 weken geleden een lockdown heeft of 1 week geleden, dan zal Nederland na 1 week volgen. En bedoel je met een lockdown dat de grenzen dicht gaan? Of bedoel je dan ook dat mensen het huis niet meer uit mogen, zoals Italië? Ja, ik denk dat we gewoon net als Italië, net als Frankrijk, dat we gewoon het huis niet meer uit mogen. Ja, maar met alle respect, dat is toch ook weer niet goed, weet je? Daar zit niet op te wachten. Ik denk dat het beste is. Ik denk dat het beste is, want je zag ook bijvoorbeeld foto's. Dat was volgens mij van gisteren of zo. Je zat mensen toch gewoon in het Vondelpark, zaten ze te chillen. Mm-hmm. Dus mensen hebben niet het besef hoe ernstig het is. Maar jij zegt eigenlijk, je mag niet chillen in het Vondelpark nu? Nee, niet in een groep. Ah, oké, het gaat om een groep. Ja, precies. Want ja, je mag toch wel lopen of wandelen? Mits je afstand houdt en niet echt met mensen onderling. Maar waarom zou je socializen? Dus die sociale groepen is niet nodig. Kijk, wij zijn nu met z'n tweeën. Kijk, we houden gepaste afstand. Maar ik vind het onverantwoord op het punt dat je nu in een groepsverband ergens gaat zijn. Maar is socialiseren niet gewoon ook gewoon iets wat de mens überhaupt gewoon doet? Weet je? Is dat niet gewoon? Ja, maar als je het virus niet wil krijgen, moet je dat dus juist niet doen. Ja. En dat vind ik ook zo kwalijk aan. Ik snap die hele turn. Misschien kunnen we dat. Ik weet niet of je dat wilde bespreken, maar dat van Jensen. Is er nu aan de hand in Europa? We hebben geen vrijheid meer. En waarom is die vrijheid ons ontnomen? Omdat het zogenaamd voor de veiligheid is. Ja, maar ho-ho. Ho-ho. Wat is dan zo? Wat is dan het grote gevaar? Wat is dan zo gevaarlijk, zodat wij, waardoor wij onze vrijheden hebben ingeleverd? Wij hebben, dames en heren, alles ingeleverd op dit moment. Hè? Alle rechten die we hebben. We zitten thuis. We kunnen niet meer doen wat we doen. En nu, in dag 2, denk je dat het nog wel meevalt. Maar dit is het
ik zeg het, ik blijf het zeggen, het allergrootste wat een overheid haar bevolking kan aandoen, de vrijheid ontnemen, de rechten ontnemen. En waar komt dit vandaan? Je moet met echt een bloedongelooflijk overtuigende reden komen om dit allemaal te doen. En wat ze zeggen is de veiligheid vanwege een virus. Maar dan moet je echt met heel overtuigende getallen komen. En heel overtuigende bewijzen hebben dat wij al onze rechten opgeven. Dat wij al onze vrijheden opgeven. Want hier vertrouw je de overheid mee. En we hebben dat gedaan. We zitten er middenin. We zijn, als het ware, zijn we overgenomen door iets. We zijn binnengevallen, waardoor wij hebben besloten, wij geven onze vrijheden op. Ja, dat wilde ik ergens wel ingooien, maar je mag hem al noemen. Weet je noemt hem al. Ja, ik vind het gewoon kwalijk. Ik vind kijk, filmpje van Jensen waarin hij heel hysterisch doet. Ja. En eigenlijk zegt van de media is angst aan het zaaien, maar hij doet het eigenlijk zelf ook. Ja, ja. Kijk, en normaal gesproken zijn we het altijd wel eens met Jensen. We hebben hem hoog zitten, we mogen hem ook heel graag persoonlijk ook. Maar in deze kwestie ben ik het gewoon echt niet met hem eens. Nee, ja. Kijk, hij heeft een filmpje gemaakt van gisteren volgens mij. En toen kwam hij met een heel betoog over dat wat is belangrijk in een democratie? 1, vrijheid en 2, veiligheid. Ja, hij vond dus vrijheid belangrijker dan veiligheid. En hij zegt van oké, we vergooien onze vrijheid. Het is een vooropgezet plan. Ze proberen chaos te creëren om onze vrijheden af te pakken. Die vrijheden gaan we niet meer terugkrijgen. Weet je, die rechtse partijen die vallen eigenlijk allemaal voor het hele complot wat er is. Dus hij gelooft dat het een soort vooropgezet plan is van de elite om macht te grijpen en om onze vrijheden af te pakken. Ja, en dat vind ik gewoon heel kwalijk. Maar hij vertelt daarbij niet wie dan de ultieme machthebber is, hè? En wie aan de touwtjes staat en wie er dan precies wat wil. Dat maakt niet uit. Maar los daarvan, in zijn hele betoog hoor ik hem. Kijk, hij zegt over van wat de maatregelen zijn. Mm-hmm. Maar hij heeft het niet over waarom die maatregelen genomen zijn. Nee. Dus hij gaat niet inhoudelijk in op oké, de maatregelen zijn genomen om die piek tegen te gaan. Ja, weet je, afvlakken van die aftopping, van die grafiek. Afvlakken van die topping. Mm-hmm. Om het zo te verspreiden. Mm-hmm. Zodat we uiteindelijk tijd kunnen rekken om mensen te vaccineren. Uiteindelijk. Ja. Zodat er dat we voldoende bedden overhouden. Dat de zorg niet overbelast raakt. Maar hij praat alleen maar over die conspiracy theories. Ja. En ik vind dat heel kwalijk. En dat we in onze rechten zijn aangetast. We zijn niet in onze rechten aangetast. Die rechten hebben we. Alleen ze zijn tijdelijk opgeschort. Althans, tijdelijk, als je een lockdown hebt, dan mag je tijdelijk niet naar buiten. Maar Rutte zei bijvoorbeeld, die lockdown die gaat minimaal een jaar duren. Want dat vaccin laat echt wel op zich wachten. Dus hoe zie jij dat voor je? Dan hebben we straks lockdown. Ja, maar wat ik zo onzin vind, wat Jensen dus zegt. Hij zegt letterlijk van het zijn disproportionele maatregelen. Mm-hmm. Want er zijn maar zoveel doden op een populatie van miljoenen. Ja, hij beroept zich op statistieken. En dat het eigenlijk ten opzichte van de hoge disproportioneel is. Disproportioneel is. Precies. En waarom ik dit zeg, kunnen we eens even kijken naar de proporties binnen wat het virus aanricht en wat er met ons gebeurt. Wat er met een heel continent gebeurt. Is dit logisch? En ik weet dat mensen verslaafd zijn aan die grafieken. Ik zal hem even maken weer. Want dan wordt er allemaal weer rekensommetjes gemaakt. En nu zijn het er misschien maar 20 in Duitsland. Op een bevolking van 82 miljoen mensen. Maar daarom gaat iedereen in lockdown. Voor 20 doden. Maar dan gaan mensen, maar het is nu zo. En als je dan deze rekensom kijk eens naar de grafiek hoe die gaat. Hier, deze. Zo'n pijl omhoog, daar zijn mensen verslaafd. Oh, sorry jongens, ik heb even een fout gemaakt. Dit is de grafiek van hoe de temperatuur is over 2100. Dit is de zeespiegel over 50 jaar, als we nu niet ingrijpen. Sorry, ik heb de verkeerde grafiek. Laat me even de coronavirus grafiek erbij pakken. Sorry, ik had de verkeerde grafiek. Laat ons opsluiten, we hebben geen rechten meer, niks. In Nederland hetzelfde. Vandaag schreeuwen mensen om meer opsluiting. Precies. Maar die ziekte is progressief. Ja. Dus het zal alleen maar meer en meer worden. Dus als je niks doet, wordt het nog erger. Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan wordt het nog erger. Ja, eens. Dat denk ik met je eens. Dus niks doen is geen optie. En je moet juist leiderschap gaan tonen. En ik vind het heel kwalijk dat... weet je, dat alternatieve media deze kant op gaat. Weet je, het gaat altijd over die conspiracies. Maar probeer een keertje gewoon fact-based. Probeer dan gewoon te redeneren. En het is echt onverantwoord om nu zoiets te hebben van... ja, het is een grote conspiracy of... Maar stel dat het wel zo is, hè? Stel, gewoon even uitgegaan van... dat het wel een conspiracy theory is... Maar het maakt dan niet uit. Ook al zou het, stel je voor, ook al zou het een conspiracy zijn... Zouden we dan anders met de zaak om te gaan? Ja, maar wat wil je dan? Kijk, wat is het alternatief? Dus dat je dan eigenlijk gaat zeggen van... Oké, er hebben een aantal mensen de Illuminati heeft verzonnen... om het coronavirus uit te gooien. Mm-hmm. Zodat de helft van de populatie vermoord wordt. En daarna gaan ze een nieuwe wereldorde starten. Mm-hmm. Stel je voor als dat het plan is. Bij wijze van spreken, hè, ja. hoe ridicuul dat ook klinkt... Wat is dan de tegenreactie? Wat zou je dan moeten doen om te stoppen? Ja, oké, we gaan niemand vaccineren. Of we gaan geen lockdown doen. Maar je zou kunnen zeggen... Bedoel? Ja, maar wat ga je dan zeggen, doen? Je zou kunnen zeggen van, kijk... we nemen het voor lief. De coronavirussen die bestaan al heel lang. En deze varianten die zijn er nu gekomen. En mm-hmm. coronavirus die zal ook altijd blijven bestaan. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen van, nou... ja, wat jij zegt, hè, survival of the fittest. Laat de zwakkeren dan maar doodgaan. Zodat de sterkere onder ons... Ja, het overleven. Ja, maar daarom is het toch juist belangrijk dat die lockdown er is. Om niet die survival of the fittest te hebben. Ja, maar Rutte zegt bijvoorbeeld... een groot deel van de Nederlanders die gaat besmet raken met het virus. En hij zegt dus, hij beroept zich dan op medische specialisten. Vind ik een beetje ook heel makkelijk. Maar hij zegt 50-60% van de Nederlandse bevolking gaat het sowieso krijgen, lockdown of niet. Nee, maar dat... Dus wat je zegt is... Nee, maar kijk, is een progressief virus. Nee, maar het punt is... Maar die versnelling kan je afremmen. Nee, maar het komt wel. Waar mensen... Kijk, mensen hebben het over die 60% van Nederlanders die het gaat krijgen. Maar het gaat niet om dat we het krijgen. Maar het cruciale punt en het levensbedreigende punt is wanneer je het krijgt. Mm-hmm. En of je het overleeft natuurlijk. Ja, maar we willen niet dat mensen het nu krijgen. Mm-hmm. Kijk, als jij het volgend jaar krijgt, wanneer er een vaccin is... Mm-hmm. Ja, oké, prima, weet je. Kunnen we adequaat ermee omgaan. Kan je behandelen. Als er volgend jaar 10 miljoen mensen... of nou, niet eens 10 miljoen, maar als het gros van de mensen het volgend jaar krijgt... als er al een vaccin is, mm-hmm. prima. Maar het probleem is, mensen moeten het nu niet krijgen. Nee. Kijk, het is net zoiets als je een exotische plant hebt uit Brazilië... en je brengt hem, je gaat terug naar Nederland... en je brengt die exotische plant breng je naar Nederland... en je plant hem ergens in het wild. Mm-hmm. Dan heeft die exotische plant ook geen natuurlijke vijanden. Nee. Dus die exotische plant kan zich helemaal kan zich uitleven. Ja. Totdat je die natuurlijke vijanden introduceert, zodat mm-hmm. het een beetje kan indammen. En dan kader je het in. Ja. En het punt is, we moeten die natuurlijke vijand, die moet er zijn. En dan maakt het niet uit. Althans, het maakt wel uit, maar de gevolgen zullen minder erg zijn. Mm-hmm. Dus het heeft echt met timing te maken. En omdat het met timing te maken heeft, is zo'n lockdown belangrijk. Omdat je daarmee in principe, en dat is precies ook het argument van Forum, het wordt straks warmer over 2 maanden. Mm-hmm. Dus het virus heeft minder kans om goed te gedijen in de atmosfeer. En je zorgt ervoor dat op het moment dat je een lockdown hebt en de mensen die ziek zijn, die worden weer beter of die kunnen zich weer herstellen. Zich beter herstellen. Sluit de grenzen en nieuwe mensen die binnenkomen in het land, die controleer je, die zet je in quarantaine en die controleer je eerst of ze het virus hebben. En je gaat geleidelijk ga je over... om verschillende onderdelen van de samenleving... dan weer langzaam vrij te geven... Mm-hmm. dan ben je bezig met beheersing. Mm-hmm. Dan win je voor jezelf tijd. Maar nu kijk je heel erg naar de overlevingskansen... Voor Nederland en de Nederlanders. Ja. Maar er valt toch ook wel wat voor te zeggen... dat mensen naar de economische kant kijken. De economie gaat... ja, maar hallo. Als je ouders overlijden... als je familieleden overlijden... als mensen die je kent overlijden... Ja, prima, weet je, als je dat wil. Als dat de kosten zijn voor je portemonnee, prima. Als Rutte dat voor lief neemt, dat zijn oma overlijdt en allerlei mensen in zijn omgeving. Maar het punt is, gaan we niet allemaal dood? Voor zijn portemonnee. Ja, maar gaan we niet allemaal ooit dood? Ja, maar ik denk niet dat... Tuurlijk, we gaan allemaal dood. En met name die ouderen, die risicogroepen, die gaan toch, als het niet over 5 jaar of 10 jaar is... Oké, misschien over 1 jaar, 2 jaar. Ja, maar tuurlijk, iedereen gaat dood. Maar ik denk niet dat je dood wil gaan aan een longziekte.
Nou, sowieso niet aan de ziekte, maar ik denk sowieso niet dat je... Kijk, ik denk dat iedereen dood wil gaan zo. Ik ga slapen vandaag en ik word morgen wakker en dan ga ik boodschappen doen. En dan ga je slapen en dan word je nooit meer wakker. Weet je zo, en dan heb je een mooie droom gehad. Zo willen de meeste mensen doodgaan, in hun slaap of zo, weet je? Ja. Maar is het maakbaar dan? Is onze dood maakbaar? Ik bedoel, als het komt, dan komt het toch, weet je? Ja, maar luister... Kunnen we met beleid dit tegengaan? Want de mensen die kwetsbaar zijn, die zijn nog steeds kwetsbaar. Toch? Ja, maar dat kan. Okay. Ja, dat kan. Ja, tuurlijk kan het. Ja. Je kan die zwakkere mensen... Is het een garantie? Is een lockdown een garantie? Of is het juist een schadebeperkend maatregel? Nou, ik weet niet of het een garantie is. Maar je kan wel... Je moet wel... Kijk, laat me het zo zeggen. Je gaat niet langs de snelweg lopen. Om naar huis te gaan. Okay, je loopt dus gewoon op de stoep, toch? Dus je zegt eigenlijk statistisch gezien... ja. Je loopt op de stoep, toch? Je gaat niet op de snelweg lopen. Dus je probeert altijd risico averse te zijn. Mm-hmm. Dus risico te vermijden. Weet je, mensen proberen altijd risico's te vermijden. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat we moeten doen. Ja. Risico vermijden. En we moeten niet gaan... Weet je, dan heb je nog steeds van die mensen... En dat zag ik vandaag op Facebook. Ik word er zo misselijk van. Ja. Van, ja, maar het is maar een griepje. Nee, het is niet een griepje. Weet je? Het is wel even iets heftigers dan een griepje alleen. Precies. Ja, weet je, ga even naar Italië toe. Maar dat media zegt het ook, hè? Want de media zegt ook, ja, de meeste mensen die krijgen gewoon milde klachten. Die zijn een week goed ziek. En daarna gaat het eigenlijk wel. Zo verkopen ze het dan, hè? Ja, maar als het zo was, waarom doen we er zo moeilijk over dan? Precies. Waarom doen we er zo moeilijk over? Precies. Waarom zitten er zoveel mensen op de intensive care? Ja. Waarom raakt nu het hele systeem gewoon... waarom ligt het hele systeem plat? Als het een griepje is, hè? Dat komt omdat een griep per definitie ook best wel ernstig is. Hè? Maar we hebben beheersingsmethodes. Ja. We hebben vaccins. We hebben het beheersbaar gemaakt. We hebben het beheersbaar gemaakt. Mm-hmm. En dit hebben we nog niet beheersbaar gemaakt. Dus we kunnen pas praten, we kunnen het pas vergelijken met een griep op het moment dat we weten wat de consequenties zijn. Ja, de antidotes, als je het medicijn hebt, vaccins. Maar ook als je weet hoe het verloopt. Want nu maken we een schatting en dan zeggen van het is even erg als de griep. Nou, dat is niet zo, want de cijfers wijzen anders uit. Mm-hmm. Dus je kan pas over een jaar zeggen op het moment dat de ziekte helemaal is uitgewerkt. Ja. Of het daadwerkelijk even erg was als de griep. Ja. Maar de omstandigheden zijn niet hetzelfde. Want we hebben het nog niet kunnen beheersen. Ja, dus je kan het helemaal niet vergelijken met de griep. Ja, dus het is onzin. Ja. En de mensen die het vergelijken met de griep... Nou, ik stel voor... laat je lekker... geef je op als vrijwilliger. Laat je even inspuiten met corona. voor het goede doel. Voor de mensheid. En dan praten we over 3 weken verder. SARS was also a coronavirus in 2002. It infected 8,000 people and it killed about 775. It had a mortality of about 9-10%. So that's only 8,000 people. In about a year, in the 2.5 months that we've had this coronavirus, as you know, we now have multiple multiples of that. So it clearly is not as lethal, and I'll get to the lethality in a moment. But it certainly spreads better. Probably for the practical understanding of the American people, the seasonal flu that we deal with every year has a mortality of 0.1%. The stated mortality overall of this, when you look at all the data, including China, is about 3%. It first started off as 2 and now 3. I think if you count all the cases of minimally symptomatic or asymptomatic infection, that probably brings the mortality rate down to somewhere around 1%, which means it is 10 times more lethal than the seasonal flu. I think that's something that people can get their arms around and understand. Ja. Okay. Er zijn wel wat mensen die ik het zou gunnen, maar ik denk... Ik zou zeggen, als je denkt dat het een griep is, prima, ga lekker gewoon, leef je gewoon uit en doe gewoon je ding. Stuur gewoon je ouders van boven de 65 lekker naar buiten. Want het is toch maar een griep. Neem het risico, zeg je eigenlijk. Neem het risico. En dan praten we over 3 weken verder als je op de intensive care ligt. Ja. Ja. Ga maar naar al die mensen die het gehad hebben. Ga aan hun maar vragen. Ga tegen hun of het een griep was. Ja. Weet je? Ga dat maar aan hun lekker vragen. Aan mensen die het hebben meegemaakt. Mensen die het hebben ervaren. Hè? Ja. Ervaring is natuurlijk... Weet je, die Facebook-experts. Ik word daar zo moe van, weet je. Mensen die alleen maar Facebook-berichten lezen. En dan denken ze dat ze allemaal experts zijn. Dat het een griepje is. En dan denken dat het een griepje is. En dan geloven ze in conspiracy theories. En ik zal je precies vertellen wat de kern en de essentie nou is van dit alles. Een overheid zorgt in essentie voor 2 dingen.
voor haar bevolking. Dat is op 1 vrijheid en op 2 veiligheid. Ik zeg op 1 zeg ik vrijheid en op 2 zeg ik veiligheid. Waarom niet veiligheid 1? Het eerst omdat ja, de vrijheid is het belangrijkste. Daar strijd je iedere dag voor en veiligheid is een breed begrip. Maar vrijheid is het allerbelangrijkste. Dat je niet overgenomen wordt door iets. En weet je, dan kan je schreeuwen over je vrijheid. Maar wat heb jij in je vrijheid als je op de intensive care ligt? Dan is je vrijheid wel beduidend. Ja. Oh nee, weet je, ja. Ik heb geen bewegingsvrijheid. Weet je, nee, maar ik lig wel op de intensive care, weet je. Ja. Dus dat is toch ja, de least of your worries. Dat argument gaat niet op. Nee, het is niet de prioriteit als je op de IC ligt. En nee, weet je, daar ben ik het dus niet eens met Jensen. In eerste instantie, natuurlijk, vrijheid is belangrijk. Mm-hmm. Maar veiligheid, je kan pas vrijheid voelen. Je kan pas vrijheid als voelen als je veilig bent. Oh ja, zo. Ja, ja. Dus, dus veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Want op het moment dat jij ergens in, ik noem maar iets op, in Mexico stad gaat lopen. Weet je, waar zoveel van die bendes zijn. En je gaat daar lopen en je bent niet veilig, dan ga je je ook niet vrij voelen. Ja. Weet je, dus Jens heeft het gewoon helemaal verkeerd. Veiligheid is een voorwaarde om vrij te kunnen om zijn. Om vrijheid uit te bouwen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja, nou, ik ben het wel met je eens. Ja, eigenlijk ja. Wel. Ja. Ik word er gewoon moe van. Over die theorie gesproken. Mm-hmm. Ja, dat wilde ik ook. Ik word er gewoon moe van. Ik word er gewoon echt moe van. Ik ga je nog iets meer moe maken nog dan dat. Ja. Ik heb een artikel gevonden van de New York Post. En een artikel van 22 februari. En het kopt: Don't buy China's story. The coronavirus may have leaked from a lab. Ten eerste, het is geen per se feitelijk stuk. Het is een opiniestuk. Okay. Maar wat wordt hier gezegd? Geloof niet in China en diens media en diens verhalen. Want er gaan ook geruchten dat dit virus niet door de natuur is gemuteerd en ontstaan, maar dat het virus eigenlijk ja, in een laboratorium is gemaakt. Oh, echt? En wat zeggen ze? Er komen geen harde bewijzen in het stuk, dat moet ik ook maar gelijk wel zeggen. Maar ik vond het wel interessant om het even erbij te pakken. Mm-hmm. Wat hier wel staat is, in China hebben ze eigenlijk een probleem met eigenlijk het conserveren, het behouden van die virussen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar allerlei soorten van virussen. China die doet er onderzoek naar in laboratoria. Mm-hmm. En hier staat ook dat het SARS-virus bijvoorbeeld, dat tot 2 keer toe is ontsnapt uit een van de laboratoria. En de schrijver van het stuk suggereert daarmee, dat was namelijk wel een feit, dat waren 2 feiten, maar de schrijver van het stuk zegt dan, zou het dan niet kunnen dat er bepaalde mutanten of stukken in een experiment van een lab, mm-hmm. dat die zijn uitgelekt naar de dierenwereld of naar de mens, bewust of niet onbewust, weet je, dat maakt allemaal niet uit, maar zou het niet kunnen dat het in een lab is gemaakt? Ja, dat kan. Ja, dat kan, maar we hebben geen bewijzen ervoor. Het zijn alleen maar suggesties, het zijn alleen maar berichten van vage blogs en vage nieuwsites en dat soort zaken. Dus dat kan, maar dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. En nee. Het doet er ook niet toe. Doet er ook niet toe, hè? Waar het vandaan komt, het is er gewoon nu. Het is er gewoon. Dus waar het vandaan komt. Weet je, waar komt AIDS vandaan dan? Of HIV? Daar zijn ook heel veel verhalen over. Waar komt Ebola vandaan? Ja, snap je? Het is er gewoon, dus ja. Dus het maakt niet uit. En kijk, ik geef toch nog wel de voorkeur voor het narratief van dat het op die wet market is ontstaan. Mm-hmm, mm-hmm. Want de eerste patiënten, de eerste mensen die het virus hebben gehad, die waren allemaal daar op die wet market. Ja, ja. Fox VOX, YouTube-kanaal, heeft er een heel goed filmpje over gemaakt. Mm-hmm. Over het ontstaan van waar het vandaan komt en waarom al die ziektes ontstaan in China. Het kan ook natuurlijk. Dat is ook nog steeds een hypothese, toch? Nee, dat hebben ze wel echt uitgezocht. Is dat feitelijk? Ja, dat hebben ze uitgezocht. Okay. Maar mijn punt wat ik wil maken is, en waar eigenlijk niemand over praat en niemand durft erover te praten, omdat ze dan denken dat je dan een soort racist bent of zo. Oh jee, nu komt ie. Is dat de hele wereld gewoon nu eigenlijk in de piep is, weet je? In de shit is. Mm-hmm. Vanwege de culturele praktijken van een aantal... Van China. Van China.
Dus de cultuur van een aantal mensen, ja. Omdat zij dus, weet ik veel, vleermuizen zij, gingen eten. Zij zo roekeloos met dingen, met dieren omgaan, exotische dieren gingen eten. Omdat zij die dieren allemaal, weet ik veel, ze gingen ze op een bepaalde manier behandelen. Ziek, gingen ze slachten en zo. En dat heeft er dus voor gezorgd. Dat er zo'n virus ontstaat. Ja. En dat we er allemaal wereldwijd last van hebben. Dus de cultuur, en daarmee, en dat is toch ook het hele punt wat we altijd al wilden maken. Daarmee geef je toch ook aan van dat, dat er een verschil is in culturen. En dat bepaalde culturele praktijken beter zijn dan andere. Ja. Je kan liever een broodje kaas eten, mm-hmm. dan een vleermuis. Nakan, mati lako ni Kali. Ni Kali lako makanan aku. Kubareng ni. Anak buah sarangga. Burung. Entah, apa ini anak buah sasak apa kali ini? Alala. Jangan kau tengok. Kau ni kong singkot. Lailah. Iya, ki. Aduh. Aku lapar ni. Iya, mak nak tayi lagi, sial. Ya, Duk. Duk tu yang tiga, oh. Dia makan putu-putu, loh. Benar. Tahu kamu kau. Yakit. Apa-apa ini? Ja, toch? Als je ja, maar, cultuur is om een broodje kaas te eten, kan je liever een broodje kaas eten. Maar je hebt toch in alle... Dan een vleermuis. Ja, oké. Okay, ben ik mee eens? Ja, dat ben ik met je eens. Dus dan geef je toch aan van dat de ene culturele praktijk beter is dan de andere culturele praktijk, toch? Maar dan zeggen mensen, ja, maar ik vind mijn stukje vlees zo belangrijk en ik moet het eten. Ja, maar dat maakt niet uit. Of je nou vlees eet of niet, maar je kan liever... maar wat is het verschil tussen... Het eten van een hond of een kat of een vleermuis of een stukje kip. Omdat exotische dieren, die brengen veel meer... althans, dat heb ik... Ik weet niet, ik ben geen bioloog. Misschien zeg ik het ook verkeerd. Okay. Maar ik probeer alleen maar argumenten te geven nu. Dan ook de gekke koeienziekte? Ja, maar... een klausje? Ja, nee, maar natuurlijk... Zijn ook dieren die mensen eten? Nee, maar tuurlijk. Die hele vleesindustrie is verdacht. Weet je? Ja. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Hoe men met dieren omgaat. Hoe men met natuur omgaat. Daarom zie je ook nu een soort trend naar... weet je? Veganisme. Mm-hmm. Mensen worden vegetariër, et cetera, et cetera. Dus dat is ook goed. Mm-hmm. Maar je kan het eten van een stukje kip niet vergelijken met het eten van een vleermuis. This is a chicken baby. Boom the bone is chicken baby. That's the actual chicken baby right there. Leg die eens uit. Die vind ik moeilijk namelijk. Nou, omdat exotische dieren toch bepaalde virussen met zich meebrengen. Ze hebben toch aparte ziektes die zij weer met zich meebrengen.
Kijk, een kip, okay. Een kip dan niet. Een kip zetten ze vol met antibiotica. Antibiotica. Ja, dus die spuiten ze vol, die plofkippen. Dus die hebben geen bacteriën meer. Ja, maar die dragen ook ziektes, maar die worden dan immuun gemaakt. Dus die... Ja, maar wij eten zoveel kip. Kijk, weet je wat het is? De mens eet zo vaak kip. Dat daar relatief statistisch gezien minder risico is dan een wild dier of zo. Ja. Dus okay, die vleermuizen en ik weet niet wat ze allemaal eten. Ja. Ja. Maar weet je wat China dan zegt? En dat is een artikel van het NRC. Mm-hmm. China zegt dan, het virus is verslagen, zegt Beijing. Maar Wuhan is kwaad. En het gaat eigenlijk over... binnenlands is de tolerantie voor staatspropaganda sterk gedaald. Maar kritiek wordt genadeloos gecensureerd. Dus die Chinese media, de politieke actoren in China... zijn nog steeds bezig met het censureren van bepaalde stukken. Ze willen echt dat nieuws op een bepaalde manier dus naar buiten komt. En China toont nu alleen een soort van trotsheid. En ze zeggen, ja, het virus is verslagen. Wat vind je daar dan van? Ze noemen het vakkundig leiderschap. En ja, we hebben het goed opgelost. We hebben gedaan wat nodig was. En het is er niet meer. ik vind het wel. Het is toch utopisch dit? Toch bizar? Hoe kijk jij ernaar? Ja. De hele wereld heeft er last van, maar China zegt... Ja, het virus wij hebben verslagen, ja. Wij hebben geen last meer van. Niet met een vaccin of een antidote of iets, maar... Ja, ik steek mijn eigen huis in de fik. Jouw huis gaat vervolgens in de fik. Mijn huis is afgebrand. Ja. En de asresten, die ruik je nog. Ja. En de andere huizen in de straat branden gewoon nog steeds af. Die branden nog steeds? Nu? Mijn huis niet meer, omdat die helemaal afgebrand is. En dan zeg ik van, ja, ik heb het vuur overwonnen. Ja. Dat is in principe wat China doet. Ja, ik heb het gewoon overwonnen, mensen. Ja. En het is de communistische partij die zingt gewoon eigen lof over haar eigen aanpak. Ja, communisten. Dat is communisten. Bizar. Ja, ik had nog een ander artikel. Mm-hmm. Afgelopen woensdag. Van nu.nl. En daar staat in zorgmedewerkers met verlopen BIG-registratie. Die mogen per direct inspringen. Zo. Nou, even heel korte context. Je hebt een wet BIG. Dat is de beroepen individuele gezondheidszorg. En dat zijn bijvoorbeeld artsen. Maar dat zijn ook specialisten als verpleegkundigen. Die hebben een BIG-registratie, een BIG-nummer. En op grond daarvan mag je bepaalde voorbehouden medische behandelingen mag je uitvoeren. En normaliter, als je die BIG-registratie niet verlengt onder zoveel jaar... en dat doe je door studies te volgen of ergens werkzaam te zijn, onder andere... als je dat niet verlengt, dan mag je in de zorg überhaupt niet werken. Maar wat staat hier... Verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het zogeheten BIG-register is verlopen na 1 januari 2018. Dus dat is 2 jaar geleden. Je mag dus nu 2 jaar geleden. Je BIG-registratie mag zijn verlopen 2 jaar geleden. Die mogen afgelopen woensdag deze week per direct weer aan de slag. En dat heeft Bruno Bruins, de zorgminister, bekendgemaakt. Maar wacht eens even. Er is toch een reden waarom die BIG-registratie niet verlengd is? Ja, natuurlijk. Dat kan met van alles te maken hebben. Dat kan echt met van alles te maken hebben. Iemand is misschien niet meer werkzaam in de zorg. Of iemand heeft misschien grove fouten gemaakt. Medische missers. Het kan zijn dat iemand niet meer competent is. Zedendelinquent. Zedendelinquenten. Iemand misschien die bepaalde competenties of punten niet heeft gehaald. Nou, hup jongens, jullie zitten thuis. Je mag weer gaan werken. Ja. Die mensen offeren ze dan ook op in de zorg. Ja. Ik vond hem apart. Ja. En volgens de minister staan veel voormalig zorgverleners te trappelen om in te springen. En hij vindt het zeer hartverwarmend, de minister, dat zoveel mensen willen helpen. Ja, maar ja. Maar laat jou en mij dan ook gelijk... Je zal maar die klachten krijgen. En je zal geholpen worden door iemand die gewoon allemaal medische missers heeft gemaakt en zijn BIG-registratie heeft verloren. Ja. En zou er maar zo iemand worden geholpen. En diegene zegt dan van... Nee, maar je hebt geen corona. Het is gewoon een griepje. Ga maar naar huis. Ja. Weet je? Of diegene zegt corona bestaat niet. Nee joh, corona, nee joh. Of straft jou niet. Weet je, je hebt gewoon een aantal milde... je hoest alleen maar. En, ja, weet je, je hoest bloed. Oké, nee joh, dat is niks. Weet je, ga maar naar huis. Hoort bij griep. Ja. Ga maar naar huis. Weet je, dan ga je dit gewoon toch krijgen. Dan krijg je toch onprofessionele zorg, lijkt mij. Hè? Die mensen hebben toch niet zomaar een BIG-registratie verloren? Normaliter is het echt een keiharde eis dat gewoon, weet je, dat zijn de mensen die gewoon niet meer verder mogen werken. Nee. Dus ik dacht gelijk aan een huisarts, ik zal zijn naam maar niet noemen in Den Haag. hij mag niet meer werken, maar nu dus wel. Ja. Hij mag gewoon werken. Ja. Nou, we gaan het zien. Coronavirus, superbacteriën. En of het daadwerkelijk ook wel een conspiracy was.
We gaan meer dingen die je wilt bespreken? Nee, dat was het eigenlijk, joh. Het was vooral een corona-update vandaag eigenlijk. Ja, zeker. Nou, we weten trouwens niet wanneer onze volgende update is. Want het is natuurlijk afhankelijk ook vanuit de lockdown. Ja, precies. Want als er een lockdown is, dan kunnen we natuurlijk geen uitzending meer maken. Nou, ik kom gewoon stiekem naar je toe. Ja, precies. Hoe doe jij het met werk? Ga je gewoon werken? Videocolleges, hè. Dus straks weer even een college opnemen. Maar we doen gewoon videocolleges, dus we hebben alles online gedaan. Vorige week was ook een docent was ook besmet geraakt. Met het, ja, Van de Haagse. Ik heb het van gelezen, ja. Ja, dat was wel heftig. Maar zijn jullie gebouwd op deze andere manier van werken nu? Gaat iedereen nu met een camera aan de slag, alle docenten? Nou, kijk, we hebben heel veel geïnvesteerd in blended learning. Dus er zijn middelen binnen de Haagse Hogeschool om dat te doen. Je hebt een aantal lokalen ook die gewoon beschikbaar zijn voor digitaal, voor videocolleges. Dus je moet wel naar de Haagse om het op te nemen? Ja, je kan naar de Haagse gaan om het op te nemen. Maar je kan ook bijvoorbeeld in je PowerPoint kan je ook inspreken. Hè? Dus wat andere docenten ook doen, die gaan thuis, die maken een PowerPoint en die spreken er dan in. Ja. Je kan het zelf ook opnemen. Er zijn verschillende methodes die je kan gebruiken. Via Blackboard ook. Maar er zijn middelen die je kan inzetten om dat te kunnen doen. Ja. Het probleem is natuurlijk, hoe lang gaan we dit volhouden? Want tentamens kunnen niet gehouden worden. Nee. Je hebt natuurlijk ook scripties. Je hebt, weet je, allerlei zaken die nog spelen. Het studiejaar moet afgesloten worden op een goede manier. Ja. Dat betekent dus heel veel onduidelijkheid voor studenten, kennelijk. Ja, en het is natuurlijk een risicogebied, hè, het onderwijs. Je zit natuurlijk... dat vond ik ook wel apart. Mm-hmm. Er werd toen er gezegd werd dat die scholen moesten sluiten, toen werd er gezegd, mensen reden cynisch van ja, weet je, die scholen sluiten, maar die supermarkten niet, dus wat voor zin heeft het, bla bla bla. Maar wat mensen vergeten is dat in een klaslokaal, als ik bijvoorbeeld lesgeef, zitten er ongeveer 25 studenten in een kleine ruimte. Dus de kans dat je elkaar besmet is veel groter. En vooral bij de basisschool is het zo dat kinderen natuurlijk een bepaalde hygiëne hebben. Hè? Dus ze zitten aan elkaar. Ja. Dus kinderen zijn echt fysiek en zo. Ja, ja. En ze zitten in een kleine ruimte. Alles in de mond stoppen. Zijn gewoon vies, man. Het is gewoon een hygiëne van kinderen. Dus dan is het logisch dat die scholen gesloten worden. Ja. Omdat het, weet je, er is heel veel lichamelijk contact. Ja, wat je zegt is, het was logischer dat het basisonderwijs zou sluiten in plaats van hogeschool en universiteit. Allebei. Allebei. Ja. Okay. Want je moet eens weten hoe weinig mensen hun handen wassen. Maar goed. Ja, uit onderzoek bleek, zag ik laatst, dat 90% van de Nederlanders na een toiletbezoek gewoon hun handen niet wast. Ja, nou, ik heb het laatst, wat was het, vorige week of zo? Dat is een beetje raar. Uh-huh. Ja, zie ik ook gewoon nog steeds mensen die hun handen niet wassen of niet met zeep of zo. Ja. En dan, dan zie ik heel veel preventiemaatregelen. Ja, was je handen extra. Maar ik bedoel, de mensen die gesteld zijn op hygiëne doen het eigenlijk gewoon al. Ja, inderdaad. Maar het punt is wat ik wilde maken is dus... die scholen, dat is anders dan een supermarkt. Want een school, daar zit je gewoon in. Je zit minimaal 3 kwartier, 1,5 uur zit je daar. Ja. Dus je zit in een gesloten ruimte. Ja. Supermarkt loop je doorheen. Je hoeft niet per definitie contact te hebben met al die mensen. Je bent er niet een uur op een statische manier dat je ergens zit of staat. Ja. Precies, dus het is, je kan die twee niet met elkaar vergelijken, een supermarkt en een school. Nee, dus daarom vind ik het een goede maatregel. Ja, we weten alleen niet hoe lang het gaat duren, het is onzeker. Ja. Ik denk dat voor heel veel studenten het ook onzeker is. Mm-hmm. Maar we moeten kijken, maar hoe zit het met jou, man? Jij, in de GGZ hetzelfde, er zijn heel veel GGZ-instellingen die wel gewoon kiezen voor fysiek contact. Nog steeds? Ja, en die zeggen dan eigenlijk wel van, het noemen we exclusiecriteria. Je mag niet komen op het moment dat je snotterig bent, grieperig bent, verkouden bent. Nou ja, in elk geval de corona of de griepklachten. Dan willen ze je niet hebben. Eigenlijk wat de huisartsen nu in Nederland ook hebben. Als je de huisarts belt met griepklachten, oké, kom maar liever niet. Dat doen ze dan. Ze mogen wel iets voorschrijven, maar dat is dan heel erg blind. Ja, je ziet heel veel GGZ-instellingen die wel half open zijn. En je hebt natuurlijk ook GGZ-instellingen die een soort van begeleid wonen projecten hebben. Of halfgesloten inrichtingen. Ja, dat zijn gewoon kamers. Dat is GGZ met kamers. En die kan je niet sluiten. Dus ook die blijven open. Wij hebben er zelf voor gekozen om dat niet te doen. Gewoon beeldbellen te gebruiken. Maar ik moet zeggen, dat werkt niet fijn. Ja. Je mist gewoon de menselijke interactie. Het gaat niet heel vloeiend op dezelfde manier zoals je dat hebt bij face-to-face contact. Ja. Dus we nemen wel maatregelen, maar geen idee hoe lang het duurt. Ja.
Maar je hebt dus eigenlijk ook nog zelf ook geen idee van... Maar zijn er ook bepaalde richtlijnen die jullie moeten volgen? Ja, vanuit GGZ Nederland, dus de brancheorganisatie. Mm-hmm. Wordt er wel gezegd van het mag zo en zo en zo. Maar kijk, vanuit de zorg hebben ze gezegd van... vanuit de politiek hebben ze gezegd van... Je hebt de vitale beroepen en daar valt de zorg onder. En de politiek verwacht eigenlijk wel dat de zorgverleners gewoon onverkort doorgaan. Ja, dus jij moet gewoon doorgaan. Ja, dus wat je kan doen is een andere manier van dienstverlening. Je dienstverlening aanpassen, mm-hmm. andere werkwijzes introduceren. Maar in principe blijven we gewoon open. Ja. Maar je merkt wel dat collega's, ja, de een is meer paniekeriger dan de andere. Mm-hmm. En je moet wel iedereen bij elkaar proberen te houden. Dus het is lastig. Ja. Een moeilijke tijd voor iedereen. Oké, okay. Nou is goed. Ja, wil je afsluiten? Of doe jij meestal toch? Ja, dat doe jij toch altijd? Ja, nou oké. Okay. Dit was dus de uitzending van vandaag. Ja, vond je dus een leuke video? Geef dus een like. Abonneer je op dit kanaal. We willen ook iedereen bedanken die zich heeft geabonneerd. We hebben de laatste tijd hebben we dus wel weer abonnees best erbij. Best wel nieuwe volgers, ja. Ja, was wel leuk ja, om te zien. Nieuwe volgers erbij. Ja. Wat vond je van die uitzending eigenlijk van de Women's March? Ja, misschien hebben we daar ook corona op gelopen, hè? Ik vond hem wel leuk. Ja, ik hoop het niet. Hoop het niet. Ja. Nou, ja... Ja, nee, ja. Nou, ik wil andere dingen zeggen, maar... Ja, ja zeker. Daar moet je zeker iets hebben opgelopen. Ja, daar, ja, al die mensen daar zo. Cognitieve dissonantie opgelopen. Ja, cognitieve... Vrouwen die dan beleid willen zien voor, vanwege een orgasmekloof, dat soort dingen. Ja. En ik dacht eigenlijk van, wat een anti-intellectuele mensen daar, man. Hey. Ja, ja. Nou, dan moet je toch lekker zelf in je bed gaan oplossen in plaats van, weet je. Maar überhaupt, het ging over islamofobie, het ging over orgasmekloof. En wat nog meer, de derde? Palestijnse vlaggen. Ja, dan denk ik van, hé, wacht even, de Women's March. Dat was toch ooit uitgevonden om dan de rechten van die vrouw... en de positie van de vrouw om daar iets mee te doen. Ja, maar nu gaat het alles behalve over vrouwen. En, maar islamofobie heeft het gewoon gedomineerd. En de Palestijnse vlag. Ja, ja. Ja, ik vond het een goede uitzending. Op inhoud heel goed gebracht. Maar het laat zo'n contrast zien tussen wat men zegt waar ze voor staan... en waar ze uiteindelijk voor staan... Ja, ik vind dat zorgelijk. Het lijkt alsof het IQ aan het dalen is of zo in Nederland. Ja, maar dat is toch zo. Maar mensen die in een groep functioneren, daar is het IQ toch sowieso laag ja, van? Ja, dat is toch onderzoek? Ja. Group thinking is group dat thinking. In de psychologie. Ja, ja. Het zijn gewoon... Ja. Het IQ daalt van het individu op het moment dat hij in een bepaalde groep zit, toch? In de ja. Groep, ja, dat ja. Is ook wel zo. Maar goed, dit was dus onze update. We weten niet wanneer we weer terug zijn. Dus, we komen vast wel terug. We komen zeker terug. We hoesten nog niet. Ja, dus mochten we dit overleven allemaal, dan komen we zeker terug. Ja, zorg in ieder geval goed voor jezelf. Ja, dus heel veel geld geven nu, weet je, donaties en zo. Ja, dat doen de Zionisten al, maar. Oh ja, Zionisten, Russische miljardairs, Zionisten, ja, die hebben Soros. we willen graag de Illuminati bedanken. Steun ja. Ons. Ja. En natuurlijk bedankt de nieuwe volgers. Ja, de nieuwe volgers. En ook wel weer heel veel opmerkingen, commentaren ja. En discussies op onze pagina's. Dat vinden we ook heel leuk. Ja, ik ben ook benieuwd wat onze volgers vinden van deze visie. En ook dat we dit van keer corona. Gewoon ook niet eens zijn met Jensen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Of misschien ben je het wel eens. Laat dan weten. Nou, wij zijn het niet eens, maar we zijn benieuwd wat... Ja, maar misschien zijn mensen het wel eens met Jensen. Ja, ja, kan. Ja, toch? Ja, ja. Of misschien wel. Ja. Maar goed, weet je. Laat het weten. Ja, oké. Okay, doei. Ja, toch? Ja, ja, ja toch? Ja. Was niet afgezaagd? Nee, dat is goed. Ja.